Nu is het tijd om iets te doen wat ik heel veel zin heb en wat ik echt een lange tijd niet heb gedaan. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken weer naar deze nieuwe vlog. Het is maandag, echt in de laatste week van de vakantie alweer. Het is echt omgevlogen en ik ben heel vroeg mijn bed uit, want we gaan Ziggo uittesten. Dat heb ik pas verteld en de monteur is hier al, die is nu even buiten om iets aan te sluiten. Ik ben echt al niet wakker. Ik heb vannacht ook niet heel goed geslapen, maar dat maakt niet uit. Ik heb even thee gezet, ik heb net al mijn banaan op en... Ik wil even goed wakker worden. Ik heb gewoon even trui van Marco trouwens aangetrokken. Ik was er echt 2 minuten uit toen hij al voor de deur stond. Maar goed, kom allemaal goed. Zeggen ze ook wakker, die is boven. Maar die wil op bed blijven liggen tot de Ziggo meneer weg is. Nou, dat was net echt weer domper nummer 2. De monteur kwam. Maar hij krijgt geen signaal. En nu, over 2 dagen, komt er een andere monteur. Dus ik ben gewoon vroeg opgestaan voor niets. Daar ben ik dus echt niet blij mee. En daar baal ik echt heel erg van. Want dat betekent gewoon weer een dag vroeg opstaan. En dat ik dit gewoon echt... Ik hou niet van vroeg opstaan. Ik ben echt een avondmens. Altijd al geweest, zou ik altijd blijven. Maar goed, nu even aan het opmaken. En dan zo even boodschappen doen. En dat ga ik wel doen op mijn nieuwe fiets. Want het weer is goed. En ik kan eindelijk weer fietsen. Al moet ik zeggen dat het wel echt even wennen is. Want hij fietst gewoon anders. En ik heb een hele tijd niet gefietst. Dus het fietst af en toe gewoon een beetje raar. Maar goed, ik heb er vorige keer ook al een heel stuk op gefietst. En nu dan voor het eerst ook met boodschappen erbij. Tijd voor eyeliner. Dit is echt, ik doe al zo lang eyeliner, maar ik zal er nooit goed in worden. En ik heb ook dat dingetje, maar dat ben ik aan het oefenen af en toe als ik meer tijd heb. Maar dat moet je ook weer leren, zeg maar. Dus dat lukt me ook nog niet helemaal goed. Hier lukt het wel, maar vooral een wing zetten, dat is niet echt mijn ding. En dan heb ik hem aan de ene kant en dan is die altijd aan de andere kant weer gewoon totaal anders. En dat vind ik echt het meeste irritant wat er is. Maar goed, misschien hebben we vandaag wat meer geluk. Het gaat. Zo vaak heb ik het erop zitten en dan haal ik het er echt weer helemaal af. Omdat ik echt denk, nou, dit gaan we dus gewoon niet doen. Ik heb vandaag Total Temptation. Waar ik me trouwens altijd liefst op als er even beneden is, die heb ik even voor de tv. Want die pikt altijd al mijn make-up als ze de kans krijgt. Die trekt mijn hele make-up kist leeg. En aan de onderkant gebruik ik meestal een ander die wat minder afgeeft. Want ik vind, als je dat heel dik doet,
Dat het lijkt of je zo aan het huilen bent of zo. Van die zielige oogjes. Het is toch maar even een simpel dagelijks make-upje. En dan nog wat ik aan heb vandaag. Ben ik scherp? Nee, niet echt. Deze top, die is geknoopt. Die is van Lofty Manor. En deze flat pantalon van French Connection. En mijn Linea Zeta pumps. Of toen film ik zo scheef. Ik ga even Sarah erbij roepen. En dan gaan we op de fiets. Wordt het mooi? Heel mooi. Voorzichtig, kijk, vliegt die open. Eeuw, gaat verderen. Oh, dat is zo lekker, Sarah. Leg het maar neer. Fiets toch overleven, snel de boodschap op. En ik heb zo lekker dit gehaald om te lunchen. Dat is vies. Dat heb je nog nooit op. Dus dat kan jij helemaal niet weten. Maar je zegt van nou, wat alles vies is. Dat is goed, want dan vind je snoepjes vandaag lekker ook vies. Nee, ik vind het lekker. Oh, vind je dat lekker? Alleen wat met snoep te maken heeft, dat vind ik lekker. Maar voor de rest vind ik niks lekker. Ik ben een zeurenbiet. Plakjes wilden echt niet van elkaar af, maar oh, hoe lekker is dit. Dat is wat. Nu is het tijd om iets te doen wat ik heel veel zin heb en wat ik echt een lange tijd niet heb gedaan. Ik ga sucadelapjes maken. En dat ga ik precies zo doen zoals oma ze vroeger maakte. Maar oma maakte de allerlekkerste. En dan volg ik haar recept, kan ik nog steeds zeggen, tot op de dag vandaag lukt het niet om ze echt exact hetzelfde te maken. En nu mogen ze lekker gaan sudderen de aankomende 3 à 3,5 uur. Oh, dit gaat zo lekker worden. Ik wil ook de bonen, want ik ga daar iets snijbonen bij. Maar kijk, er zit gewoon een kleine rups in de bonen. Het is echt de eerste keer dat ik dat ooit heb, want ik kan nooit een rups in gehad. Zo stom, ik realiseer me nu gewoon echt dat ik het vlees niet meer heb laten zien. En het was zo lekker, echt terug naar vroeger. En ook, ik had ook aardappel en snijbonen bij en dat deed mijn oma vroeger ook, dus dat maakte het wel compleet. Alleen, hoe lekker het ook was, het zijn gewoon niet de sucadelapjes van mijn oma. Dat zal ik nooit helemaal hetzelfde kunnen maken. Ik weet wel weer waarom ik ze hier eigenlijk nooit maak. Ik heb een gasfornuis en zelfs op de kleinste pit met een surreplaatje gaat die pit gewoon heel erg hard. En het is dus echt 4,5 uur, nou, niet in de keuken zijn, maar wel echt bij de keuken zijn. Want ik kan hem gewoon niet een seconde uit het oog verliezen eigenlijk. Ik ga nog even thee zetten. Oh, ik was heel goed aan het editen. Want vorige keer lag ik natuurlijk heel erg achter. En ik wil gewoon bij zijn. Marcus nu even de deur uit. Dus als hij zo terugkomt wil ik daar gewoon klaar mee zijn. En dan kunnen we eventueel even nog iets op tv kijken of iets doen. Het is dan niet zo heel lang meer voor hij naar bed gaat. Wij zaten net de documentaire op Netflix te kijken van Madeleine McCann. En echt bizar. Het is gewoon 12 jaar geleden en ze is gewoon niet gevonden. En er is gewoon niks over de McCann verder. En ik weet het, het is ook een wachtwoord. Moet je voorstellen dat je dat gebeurt als je kind gewoon 3 is en ze verdwijnt. En je weet gewoon nooit wat er met haar gebeurd is. Dat is toch de grootste nachtmerrie die je kan hebben. Maar ook dan zit ik het te kijken en dan gaat gewoon dat hele idee door je hoofd dat je dat gebeurt. Nou echt, ik kan er gewoon niet bij. Echt niet bij. En het breekt zo mijn hart dat je dat kan gebeuren. Dat dat mensen gewoon gebeurd is. Echt, echt te bizar. Klaar. Helemaal bij. Helemaal blij. Nu opruimen en lekker mijn bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer.